Krol. Boeven, goede baas. Peter Boeven. Schoenmaker. En het is een doelpunt. Schitterend. Dick Schoenmaker. Uitstekende aanval van Ajax. Eindelijk goed er wat ruimte lag. Krol op Boeven. Boeven heel beheerd. En daar is weer Dick Schoenmaker die binnenkomt. 1-0 voor Ajax. Ja. Uitstekend uitverdedigd. Derby. Krol. Opnieuw ingeschoven op het middenveld. Schoenmaker gaat weer diep. De kans. Prachtig goal. Frank Carnese. Frank Carnese. 2-0 voor Ajax. Daar de herhaling. Opnieuw doet Krol ingeschoven op het middenveld. Schoenmaker gaat recht diep. Maar deze komt dan in het korte gat. En scoort. Zeer fraai. 2-0 voor Ajax. Met Domenech. Vrij trap voor Ajax is genomen door Link. Krol. Uitstekende paas van Krol op Lerby. De kans van Lerby. Het doelpunt. Søren Lerby brengt Ajax op 3-0. Het is weer een paas van achteruit. Van Ruud Krol die alles beslist. Daar is de paas van Krol. De derde in deze wedstrijd. Lerby neemt aan. En schiet dan via de benen van Dropsy binnen. Kijk maar. Door de benen van Dropsy 1. 3-0. Alles is beslist. Goal van Lerby. Paas van Ruud Krol. Piasek, balverlies nog één keer. Paas op linkkant. Daar komt Link. Paas was van Derby. Tjöna Link. Langs Dropsy. En het doelpunt. Het doelpunt van Link. De hele wedstrijd lag in de clinch met Domenech, zijn directe tegenstander. In de laatste minuut van de wedstrijd krijgt hij zijn zin. Dankzij erg gaaf aangeven van Lerby. Daar komt Lerby. Dames en heren, uit een geweldige paas van Søren Lerby voor Tjöna Link. Link komt op Dropsy. Bekende beweging buitenom en de beheersing bij het afmaken. 4-0 voor Ajax.